Welkom bij het eerste vlog van de Progressieve Partij. We gaan het vandaag hebben over communicatie en het betrekken van de burger. Tegenwoordig heel erg belangrijk. We hadden altijd al een podcast, we hebben al heel erg lang een nieuwsbrief. Maar we gaan het medium van video gaan we natuurlijk ook erbij betrekken. Dat doe ik samen met Esther Liepenbroek, ik ben fractievoorzitter van de Progressieve Partij. En Joop Wikkering, ik ben wethouder in de gemeente Aalten voor de Progressieve Partij. Nou, en ik ben Theo Bouwhuis, ik ben fractievoorzitter van de Progressieve Partij. Dat betekent dus dat we alle drie met het raadswerk bezig zijn en alle drie op verschillende manieren, verschillende niveaus. We doen dat dit keer in beeld, we doen dit met, als vlog. Daar hebben we eigenlijk ook wel een bijzondere aanleiding voor, Joop. Ja, dat is de 800ste nummer van Progressief Nieuws. Die verschijnt wanneer deze vlog ook verschijnt, namelijk in het weekend van 14 januari. 800 keer hebben we nu al elke zondag een nieuwsbrief uitgegeven. En wij dachten dat het leuk was om via dit medium daar de inwoners van de gemeente Aalten op te wijzen. En uit te nodigen om zich ook gratis te abonneren op deze nieuwsbrief. Die elke week nieuwtjes brengt over de politiek, over het bestuur in Aalten. En hoe wij als progressieve partij daarmee bezig zijn en tegenaan kijken. Ja, en dan is dat meteen heel erg ingewikkeld? Nee, dat doen we in eenvoudige taal. Want dat is belangrijk en dat willen we in deze vlog ook benadrukken. Maar niet plat en populistisch. We willen wel altijd uitleggen waar de zaak precies om draait. Ja, maar dan wel in begrijpbare taal. In begrijpelijke taal, met goede voorbeelden, zodat mensen begrijpen waar het allemaal om gaat. Zonder al te veel afkortingen en moeilijke woorden. Ja, heel goed. En als je dan praat over communicatie, Esther... Is het dan belangrijk, is het überhaupt als raad nodig om heel erg proberen de burger erbij te betrekken? Ze hebben ook wel op je gestemd, je kunt ook zeggen ze hebben één keer per vier jaar een stem en voor de rest hoeft het niet. Ja, dat was het. Nee, het is ook belangrijk om altijd de burger te betrekken, want hoewel het altijd een ver van mijn bedshow lijkt, gaat het wel over dingen die direct de burger raken, al heb je dat misschien niet meteen door. En in de raadzaal wordt er over die onderwerpen gepraat, maar vaak wel op een manier dat misschien een beetje... Ja, voor buitenstaanders een soort geheimtaal lijkt. Terwijl voor ons is het allemaal heel logisch misschien. Ook al zit ik soms ook nog wel eens en denk van wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? En als wij het al niet goed begrijpen of niet goed kunnen begrijpen, dan is het voor de burger helemaal niet meer te begrijpen. Dus het is heel belangrijk om te letten op de taal die wij gebruiken tijdens onze vergaderingen. En zeker ook in onze uitingen naar buiten toe. Dus in de nieuwsbrieven, maar ook in brieven die je de gemeente stuurt. Maar dus ook in onze bijdragen tijdens de raadsvergadering. Want als je wilt dat mensen aangehaakt blijven of aanhaken, ja, moet je ze ook kunnen benaderen op een niveau waarop het voor iedereen te begrijpen is. Ja. Kijk je dan met name naar de woordgebruik of kijk je dan ook naar de lengte van de taal? Want als ik, voordat ik betrokken raakte bij de politiek, was mijn vooroordeel altijd, nou, ze praten de hele avond, ja, en een heel klein beetje inhoud. Ja, nou beide. Het is... Je kan een heel lang verhaal houden met allemaal begrijpelijke woorden, maar dan nog kun je niks hebben gezegd. Mm-hmm. Waarmee ik dus eigenlijk bedoel, je kan praten wat je wil, maar als je daarin niet duidelijk kunt maken waar je voor staat, dan kun je 3 uur aan het praten zijn, maar dan weet nog niemand wat je bedoelt. Nee. Dus het is belangrijk om woorden te gebruiken die iedereen begrijpt, of in ieder geval de meeste mensen begrijpen, maar ook om de zinnen kort en bondig te houden. En op een manier dat je niet een heel verhaal nodig hebt om je punt duidelijk te maken. Oké, kort en bondig, maar wel begrijpbaar geworden. Ja. Minimale afkorting. Ja, afkorting zo min mogelijk. Ja. Ja. En dan ga je ervan uit op het moment dat je dan praat over communicatie, dat mensen überhaupt al eens meekrijgen wat hier in de raadzaal gebeurt. We hadden het net over de nieuwsbrief, maar je moet dus op verschillende manieren de mensen bereiken. Ja, alleen in de raadzaal red je het niet. Mensen die vinden het, wat ik net al zei, een ver van mijn bedshow. Hè, laat die mensen maar praten in de raad. Mm-hmm. Wat ook logisch is, denk ik. Ja. Maar ja, het is goed dat mensen wel weten wat er speelt. Want het gaat wel direct over hun omgeving, over hun, misschien over hun woning of over de toekomst van hun kinderen. Of het gaat over zoveel dingen die heel dichtbij staan. Dat het belangrijk is dat mensen weten waar het over gaat. En daarmee bereik je ze niet door je bijdrage te leveren in de raadzaal, maar juist daarbuiten. Volgens mij moeten we het ook aan een gewone burger eens vragen van wat hij nou vindt.
Ja. En dat zouden we hierna kunnen doen. Ja, ja. Lijkt me heel benieuwd. Goed. Ja. Gaan we een bijdrage van Benito Muller. Een van de inwoners van Aalten die bereid was om zijn visie op de communicatie vanuit politiek te benoemen. Dus daar gaan we even naar kijken en dan komen we weer terug. Hoi, mijn naam is Benito Muller en de Progressieve Partij heeft mij gevraagd van goh, Benito, zou jij voor een vlog voor ons een paar vragen willen beantwoorden? Tuurlijk, ik ben de beroerdste niet, dat doe ik gewoon. En de eerste vraag die mij gesteld werd was al van ja, volg je de plaatselijke politiek? Tuurlijk volg ik de plaatselijke politiek. Eigenlijk logisch, ik ben betrokken bij de lokale omroep in Aalten, dus de plaatselijke politiek volgen is natuurlijk wel een van de dingen die ik als een speerpunt beschouw voor mijzelf. Ja, en dan zijn er natuurlijk binnen die politiek best wel belangrijke onderwerpen die ik persoonlijk dan belangrijk vind. Zoals de sociale omgang. Hè? Alles wat met het sociale netwerk te maken heeft. Het met elkaar omgaan. Maar ook woningen, woningnood. Hoe worden de woningen op dit moment ingevuld? Want er is een groot tekort aan. En we moeten natuurlijk ook onze Nederlanders moeten wij ook plaatsen. Dus dat zijn wel dingen die mij heel erg aanstaan. En ik vind het natuurlijk ook van erg groot belang van hoe draait de lokale media. Want dat is wel een ding. Als je erbij betrokken bent, moet je daar hoe dan ook een duidelijke mening over hebben. Ik volg ook raadsvergaderingen. Ik ben vanuit de omroep natuurlijk een paar keer per jaar aanwezig bij raadsvergaderingen. Of ik volg ze via de website, dat ik ze online volg. En ja, soms zijn ze heel erg makkelijk te volgen, maar ook wordt er wel eens met, zoals ze dat zo mooi zeggen, de taal gesproken vanuit de politiek. En dat is natuurlijk niet voor iedereen makkelijk te volgen. Soms zitten er onderwerpen bij die wat meer diepgang hebben en door de politiek dan ook op hun politieke manier uitgediept worden. Misschien moet daar dan wat aanpassingen aan gedaan worden. Maar oké, dat zijn dingen. Mensen die de politiek volgen, worden vanzelf meegenomen in het geheel. Voor de rest ben ik eigenlijk van mening dat de politiek in Aalten op een manier werkt die eigenlijk heel close is. Er zit weinig wrijving in. Het gaat niet altijd erg op het scherpst van de snede, maar daar waar het een keer kan clashen, mag het ook clashen. En er komt altijd een oplossing. Op de een of andere manier is er altijd in pijs en vree wel weer een oplossing te vinden. En de laatste vraag die mij gesteld werd, dat was er eentje die gaat me eigenlijk best wel, die kwam wel bij me binnen, wil ik niet zeggen, maar dat was er wel eentje die ik wel heel graag wil beantwoorden. Want de vraag was, denk je dat de lokale media, de socials, de kranten en dergelijke, het gesprek van de politiek en het bestuur kunnen stimuleren? En daar ben ik het wel mee eens. Want een heel simpel voorbeeld, een radioprogramma dat de politiek ondersteunt en de politiek een platform geeft om heel duidelijk een verhaal te brengen wat uit raadsvergaderingen naar voren is gekomen en om eventueel uit te diepen en in de spreekwoordelijke Jip en Janneke taal uit te leggen, dat zijn de programma's die die voor de luisteraars, maar ook voor de mensen in het algemeen, verrassend zijn, maar ook openen zaken. En natuurlijk, de kranten, het leest makkelijk weg. Niet iedereen zal in de gemeente Aalten de lokale dagbladen en de weekbladen bekijken. Maar als je geïnteresseerd bent in de politiek, dan doe je dat automatisch. Maar de socials, dat is een ding. Hè, het vloggen. Schrijven is alleen maar een stukje over een politiek issue. En kijk hoeveel reacties dat teweeg brengt. Ik denk dat de socials, de lokale media en zeker op radio en misschien in de toekomst bij ons de televisie aanbod, die kunnen echt van waarde zijn voor de lokale politiek. En ik denk ook, en daar ben ik stellig in, dat de lokale politiek dit ook hoe dan ook zal moeten blijven ondersteunen, willen zij de bevolking
op een goede en duidelijke manier bereiken. Tja, en dan heb ik eigenlijk al mijn vragen beantwoord. En ik hoop dat, in ieder geval vanuit de politiek er een andere kijk komt op datgene wat mij nu gevraagd is. Maar ik ben hier heilig van overtuigd. En ja, het is me een waar genoegen om dit te mogen opnemen. En graag tot de volgende keer. Dat was Benito Muller. Benito, bedankt voor je bijdrage. Fijn dat je daar even inhoudelijk in deze vlog wilde reageren op hoe jij tegen de wereld aankijkt. Voor de video hadden we het al even gezegd. Benito is eigenlijk gewoon een Aaltenaar. We hebben ook nog een hele bekende Aaltenaar, Lisa Westerveld. Die zit in de landelijke politiek. En eigenlijk hebben we aan Lisa ook op dezelfde manier een drietal vragen voorgesteld. Hebben gevraagd om daar even een stukje over ons als video te sturen. Dus daar gaan we nou nog even naar kijken. Hi allemaal, ik ben Lisa Westerveld, opgegroeid in Aalten. Maar ik ben nu Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. En de progressieve partij heeft mij gevraagd om wat meer te vertellen over hoe je nou communiceert met bewoners. Misschien allereerst, iedereen doet dit natuurlijk op zijn, haar of hun eigen manier. Dus hou je daar vooral aan. Ga niet doen alsof je iemand anders bent of ga niet anderen imiteren. Hou gewoon je eigen stijl aan. Ik ga iets vertellen over hoe ik meestal communiceer met mensen. En dat is allereerst door gewoon op plekken te zijn. Ik denk dat veel mensen een hekel hebben aan politici die alleen rond campagnetijd bij hun aankloppen. Omdat ze dan het gevoel hebben dat het is om stemmen te werven. Dus zorg gewoon dat je elke keer aanwezig bent voor mensen. Als zij je nodig hebben. In plaats van alleen andersom. Dus dat zou mijn eerste tip zijn. En mijn tweede advies is, wees altijd eerlijk. En ik weet, dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het vaak niet. Want je hebt de neiging om dingen te gaan beloven als iemand iets van je nodig hebt. Terwijl je als politicus lang niet altijd ergens over gaat. Misschien een voorbeeld. Ik krijg heel veel berichten van mensen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld jeugdhulp. En ik beloof nooit dat ik direct wat voor hen kan regelen. Want simpelweg, ik ga er niet over, maar ik ben ook geen specialist. En wat ik dan wel kan doen, is luisteren. Luisteren naar het verhaal van mensen en kijken wat ik wel voor hen kan doen. En soms is dat doorverwijzen naar een wethouder of naar een raadslid in een bepaalde gemeente. Of soms heb ik de indruk dat ik een professional ken die hen misschien kan helpen en dan verwijs ik daar naartoe. Maar doe nooit valse beloftes. En mijn derde advies is dat luisteren vaak belangrijker is dan praten. Vaak hebben mensen de behoefte om te vertellen waar ze mee zitten. Te vertellen wat hen bezighoudt, de problemen waar ze tegenaan lopen. En luisteren is denk ik dan een veel belangrijker eigenschap dan alleen maar vertellen wat jij belangrijk vindt. Dus dat is mijn derde advies. En mijn vierde tip, en meteen mijn laatste, zou zijn, hou het altijd begrijpelijk en makkelijk. En daarmee bedoel ik niet dat je altijd maar in makkelijke taal moet gaan praten. Maar voorkom dat je als politicus gaat praten in beleidstaal. Want ik weet dat wij heel vaak brieven krijgen die volstaan met beleidstaal. Maar dat is natuurlijk niet de taal die gewone mensen spreken. Dus hou het ook begrijpelijk en simpel, zodat iedereen je kan volgen. Dus dat zouden mijn adviezen zijn om in gesprek te gaan met inwoners. Misschien een allerlaatste, want praten doe je niet alleen maar in praktijk, maar ook vaak via sociale media. En als ik iets post, dan probeer ik niet alleen maar die politicus te zijn die zendt, maar ik probeer ook iemand te zijn die ook online terugpraat. Dus op het moment dat iemand een vraag heeft, geef daar gewoon antwoord op. Ook als die vraag je niet bevalt. Geef altijd gewoon antwoord of geef het aan als je vindt dat mensen over de grens gaan. Dat gebeurt snel op sociale media. Maar wees niet alleen een politicus die zendt, maar vooral ook een politicus die opmerkingen, vragen, feedback terugkrijgt. Want ik denk dat dat ons allemaal tot betere volksvertegenwoordigers maakt. De bijdrage van Lisa Westerveld, dat is eigenlijk voor deze keer, denk ik, het grootste deel van onze sessie. Als we het hebben over de communicatie, wat staat er nog meer op de programmering? Of wat ze hebben nog in de plannen zitten, Esther? Nou, wij organiseren één keer in de maand altijd een meedenkavond. En tijdens die avonden, die zijn altijd op een openbare plek, vaak in een café of in een buurthuis, maakt niet uit, wordt altijd aangekondigd.
En op die avond willen we eigenlijk met mensen praten over onderwerpen die dan op de agenda staan voor de raadsvergadering. Dus het kan misschien iets zijn over woningbouw, maar het kan ook totaal iets anders zijn. Misschien iets over zorg. Heel breed, dus het kan alles zijn. We nodigen altijd mensen uit om te komen meepraten als je het wil. Je mag ook meer luisteren als je denkt, dat praten vind ik nog niet zo fijn. Ja, is niet verplicht. Is niet verplicht, maar je bent welkom en je hoeft ook niet lid te zijn. Je hoeft niks van politiek te weten. Het maakt ons niet uit. Als je erbij wil zijn, van harte welkom. Hou dan wel even onze social media in de gaten, maar ook in de krant, de Huis en Huisbladen. Daar plaatsen we altijd even een berichtje in wanneer er weer een meningsavond is. Ja, en de eerste is bijna tegelijk als deze vlog uitkomt. Ja, 17 januari is de eerste meedenkavond en die gaat over de zwembaden. De zwembaden. De zwembaden, er wordt binnenkort in de politiek gepraat over de toekomst van de zwembaden, welke visie we daar als gemeente op hebben. En daar willen we het ook met de ambtenaren over hebben, dus dat is ons volgende meedenkavond. Wel misschien goed om te zeggen, met ambtenaren bedoelen we iedereen in deze gemeente. Ja. Dus dat wel even, goed om te benoemen. Ja, dat klopt. We zitten wat dat betreft ook uit drie kernen hier. Dus ja, dat is waar. Ja. We hebben Aalten, Bredevoort en Deensblo hebben we vertegenwoordigd. Is niet bewust zo gekozen, maar zo loopt dat op kom uit de hele gemeente. Dit is eigenlijk het einde, denk ik, van deze sessie, van deze vlog, onze eerste. Ik ga ervan uit dat daar een vervolg op komt. Joop, wat gaan we dan doen? Ja, we willen natuurlijk verder. En niet altijd stil blijven staan bij de geëikte vormen van communicatie. Kijk, zo'n krantje wat al 800 keer verschijnt, dat is natuurlijk al een respectabele leeftijd van zo'n krantje. Maar we willen ook wel verder. En we denken ook aan bijvoorbeeld experimenteren met burgerberaden. Met doelgroepen benaderen om daar gesprekken mee te voeren. Want het gaat heel vaak in de politiek ook natuurlijk over dingen die ambtenaren bedacht hebben en die dan over de mensen worden uitgestort. Maar wij willen ook heel graag met de mensen zelf praten, bijvoorbeeld met ouderen, hoe zij oud willen worden in Aalten, met mensen die kampen met te weinig inkomen, hoe zij ondersteund kunnen worden. Nou, dat zullen we ook vanuit het college, vanuit de gemeenteraad, maar zeker ook vanuit de progressieve partij gaan doen. Dus als daar suggesties voor zijn, heel mooi. We hebben ook nog onze jaarlijkse fietstochten natuurlijk, waarin we zeg maar het leuke met het aangename en het serieuze combineren. Als daar voorbeelden van zijn of ideeën voor zijn waar we heen kunnen fietsen, ook onder zo'n fietstocht kun je altijd veel informatie aan elkaar kwijt. Dus we zijn echt wel van plan om meer werk nog van die communicatie te maken, ook met nieuwe middelen en nieuwe media. Nou, lijkt me een goede voor de volgende keer. Dus tot zover. Bedankt voor het kijken.